toen wij vorig jaar op de vrijdagavond, de laatste avond van het Vierdaagse Feest in Kuik, bij elkaar zaten om te evalueren en even gewoon wat te eten en gezellig nog even te hebben over hoe fantastisch het feest er is geweest, dachten we van, verdikkie, volgend jaar is de 75e brugslag, daar moeten we wat mee. En toen dachten we, we gaan een fotoboekje maken. En dat fotoboekje is er gekomen. Bloed, zweet en tranen, met name natuurlijk voor de schrijver. Maar als je dan naar het resultaat kijkt, dan kan ik alleen maar trots zijn. Ontzettend trots op wat wij met z'n allen samen hebben bereikt. En prachtig boekje geworden. We hebben voor de insteek gekozen om mensen die betrokken zijn of betrokken zijn geweest in de afgelopen jaren bij die brug. En daar is het boek eigenlijk door ontstaan. Verhalen met die mensen gemaakt, interviews en ook feiten opgehaald hoe het vroeger ging, maar zoals het nu de heden ten dagen ook ging. En ja, die brug is van 1935 de eerste keer, tijdens de oorlog niet, maar nu lag die dan, of ligt die voor de 75ste keer. En dat is best wel een mijlpaal. Ik heb prachtige interviews gehad, dat duurde soms 3 kwartier, een uur. En we hebben prachtige verhalen, maar dan moet je terugbrengen tot 450 woorden. Ja, gisteren heb ik het dan voor de eerste keer gezien. Het is nog mooier nog als het al achter op de computer staat. Ik vond het heel bijzonder. Ik ben een echte Kuikenaar, geboren en getogen Kuikenaar. Ook een Vierdaagse fan. Dus ik vond de opdracht ook heel leuk om te doen. Ik ben zelf journalist voor het Kuiks Weekblad. Zelf 9 keer de Vierdaagse gelopen. Dus de binding met de Vierdaagse is er wel. En de binding met Kuik. En daarom vond ik ben er wel best trots op om zo'n boek te mogen maken. Jos, vooruit jezelf met het fantastisch mooie boek. Ja, dankjewel. En ik heb het ook met heel veel plezier gemaakt. Dankjewel. En als je dan ziet dat wij nu geschiedenis schrijven met op dezelfde plek een brug elk jaar weer neer te leggen. Ja, dan voel ik in ieder geval zelf die verbintenis wel. En ja, het bijzondere daarvan, ja, daar kun je kippen van krijgen. En dat krijg je dan ook als ik op donderdagavond zie dat die brug er weer ligt. En duizenden mensen genieten van die overtocht naar het Limburgse.